Goeiedag kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Flora en Fauna. Ik ben Linda Atjak en ik werk voor de Stichting Dierenbescherming Suriname. Vandaag gaat het programma over het aankomende grote sterilisatieproject van de Stichting Dierenbescherming. Dat begint op 28 februari aanstaande. En wij gaan daarover praten met mevrouw Mariska Bemelmans, de coördinator van dit project. Mariska, welkom. Dankjewel. Het grote sterilisatieproject van de Stichting Dierenbescherming. Vertel. Organiseren we eigenlijk jaarlijks. Eén keer per jaar met onze vriendenstichting uit Nederland. Dat heet de Stichting Vrienden van de Dierenbescherming Suriname. Wat zij doen is in Nederland een team bij elkaar verzamelen gedurende het jaar. Van dierenartsen, van assistentes. Van vrijwilligers en dat doen ze, doen sponsoracties in Nederland om ook geld in te zamelen, want zo'n project kost natuurlijk ontzettend veel geld, er moeten veel materialen ingekocht worden, dat moet ook mee, dus de hele organisatie Nederland die is al geruime tijd bezig. En ze komen dan met het team, met de materialen, komen ze hier 2 weken steriliseren, zoveel mogelijk poezen en honden doen. En daarin ondersteunen ze eigenlijk ons, de dierenbescherming, in een poging om te zorgen dat er minder zwerfdieren en minder gedumpte dieren op straat terechtkomen, zowel honden als poezen. Dus wij van onze kant zijn ook druk bezig met de voorbereidingen. Als, we moeten ook Surinaamse vrijwilligers hebben, we zoeken hier natuurlijk ook sponsors. We moeten allerlei dingen regelen zoals water, zoals lunch, bepaalde materialen worden hier ook ingekocht. Dus het heeft nogal wat voet in de aarde, maar het is een heel belangrijk project omdat we afgelopen jaren hebben we ongeveer per jaar 2000 dieren kunnen steriliseren. Met het grote project heeft een heel groot aandeel daarin, want dan heb je zo'n 500 à 600 dieren wat je in hele korte tijd, in die 2 weken, kan onvruchtbaar maken. En dan de rest van het jaar doen we mini-projecten en voor zwerfdieren doen we wekelijks steriliseren. Dus het grote project is heel belangrijk voor ons om zo'n hoog aantal in een jaar te halen. En hoe meer dieren we onvruchtbaar hebben kunnen maken, hoe minder we hopen dat we op straat belanden. Ja, want als je in een jaar 2000 dieren onvruchtbaar maakt, om hoeveel puppies en kittens die niet geboren worden, gaat het dan? Ja, duidelijk voorkomt eigenlijk duizenden. En men kan zich dat niet voorstellen, maar als je nagaat dat elk dier 2 keer per jaar een nestje kan krijgen, bij kat is dat zelfs 3 keer of 4 keer per jaar. Als al die kleintjes het overleven, die gaan ook weer met een half jaar tot een jaar gaan ook wel voortplanten, dus die krijgen ook weer allemaal kleintjes. Dus het is eigenlijk als een soort sneeuwbal, wat heel snel groter wordt. Dus je hebt het echt over, als je 2000 dieren doet, dan heb je eigenlijk tienduizenden kleintjes die... Gewoon in 1 jaar bijvoorbeeld. Ja, die je voorkomt dat daar oplossingen voor zoeken. Want het is in de meeste gevallen zo dat mensen heel moeilijk tegenwoordig... En nu een basis vindt voor die kleintjes. Met het resultaat dat ze die dieren dan uiteindelijk ergens wegzetten op straat. En dat is natuurlijk vreselijk vreed. Dat is echt een vorm van dierenmishandeling. En dat is strafbaar. Precies. En als die moeder dan bezig blijft, dan gaan ze uiteindelijk die moeder ook op straat zetten. Die daar ook weer, weet je wel, gaat paren en kleintjes op straat. Dus dat vinden mensen ook verschrikkelijk. Dus je voorkomt heel veel dierenleed als je heel veel dieren laat steriliseren. En voor de mensen thuis, weet je wel, je werkt mee aan dierenwelzijn als je je eigen dier laat steriliseren. Ja. En wat voor effect heeft het eigenlijk op jouw dier? Als je een dier laat steriliseren, je hond, je kat. Want er gaan allerlei mensen zeggen, ja, die hond wordt dik en dit en dat. Maar het is dus ook voor de gezondheid van het dier beter om ze te laten steriliseren. Ja, dus eigenlijk heb je aan de ene kant is het krijgen van je hele leven lang 2 keer per jaar kleintjes is sowieso voor een moederdier vreselijk zwaar, want het is toch elke keer een aanzicht. Je ziet ook vaak dat als een moeder van puppies aan het zogen is, dat ze vreselijk mager wordt, want dan kan je eten geven tot en met, maar ze wordt gewoon mager.
Dus het is een hele aanslag op het leven van je hond. En dat dan eigenlijk continu twee keer per jaar. Dus we merken echt dat dieren die continu kleintjes krijgen, dat die gewoon sowieso een minder lang leven hebben. Tweede is dat de kans op baarmoederontsteking, naarmate dat de hond ouder wordt, ook groter wordt bij een ongesteriliseerde teef. Ja. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee hele belangrijke dingen. Los van het feit dat je, er zijn ook een heleboel neveneffecten. Hè? Als je hond loopsport en er komen allerlei mannetjes op je erf aan. En die weten toch op een of andere manier met de paren, loopt ze grote kans op geslachtsziekte. En dat is een vorm van kanker. Dus dat moet behandeld worden, anders gaat ze doodziek worden en letterlijk te gaan doodgaan. Dus al dat paren onderling is ook helemaal niet verstandig. Want, net zoals dat bij mensen niet handig is. Juist. Want ook net als bij mensen is die geslachtsziekte ook besmettelijk. Absoluut, ja. Het wordt dus de ene steekt de ander aan. Ja, dus het gaat continu van mannetje of vrouwtje, van mannetje of vrouwtje. En daarnaast, bijvoorbeeld bij katten ook heel belangrijk, zie je dat ze op een moment de kans is veel groter dat je poes verdwijnt. Ja. Omdat ze in de grootste tijd gaat ze aan de wandel, ze zoeken elkaar eigenlijk als het ware op. En vaak komen ze ergens terecht waar ze dan niet meer de weg naar huis weten. Ja. Dus je bent ook nog risico om je dier kwijt te raken. Kwijt te raken, ja. En wat is het voordeel van sterilisatie? Want mensen zeggen ook van nou, ik geef mijn hond pillen, antiloopsprik en al dat soort dingen. Wat is het voordeel van een sterilisatie boven al dat soort andere middelen? Ook voor katten, ja, dus je hebt een prikpil, even een tablet heb je voor katten en je hebt een prikpil voor honden. Voorop staat voor mij dat je nooit een 100% garantie hebt dat je dier toch niet vol raakt, hè? Want je moet eigenlijk heel goed weten wanneer die krolse of die loopse tijd begint en je moet dan op tijd daarmee beginnen, want anders kan ze toch gewoon steeds vol raken. Dus je hebt geen garantie dat als je die middelen gebruikt dat het toch niet misgaat. En twee is, het is een, je dient hormonen toe aan je dier en voor één keer vanwege een medisch belang of wat voor omstandigheid ook, kan je ervoor kiezen om dat wel te doen, maar jaar in jaar uit hormonen toedienen aan je dier geeft ook weer een hele grote kans op kanker, op tumoren. Dus eigenlijk is dat echt af te raden. En als je zegt van ja, maar ik vind steriliseren zo duur, maar als je jaar in jaar uit die middelen toedient, dan heb je uiteindelijk ook een operatie betaald, maar is je hond nog steeds vruchtbaar. Het is echt af te raden om dit gewoon durende een heel leven van een dier te doen. Als je toch geen kleintjes meer wil, liever zet je één keer die stap om het dier onvruchtbaar te laten maken. En dan ben je er daarna vanaf. En dat dier ook, je hoeft nergens meer op te letten. Je hoeft niet meer bang te zijn dat ze loops worden. Je hoeft niet bang te zijn dat ze vol raken. Het is een eenmalige ingreep. Ja. En that's it. En als je ziet dat ze het eigenlijk, de gemiddelde hond, dat vrij goed doorstaat. Hè? Als je het vergelijkt met ons mens die een operatie heeft gehad. En lopen we nog soms weken te kruinen, ja, te steunen. En bij honden, mits het een beetje jonge, goed gezonde dieren zijn. Ja. Ook niet al te grote dieren. Bij grotere dieren hebben daar meer last van. Ja, die lopen de dag erna weer rond alsof er niks is gebeurd. Ja, dus ze hebben, wat we eraan kunnen zien, hebben ze er ook niet al te veel te lijden van. Ja, ja. Dus eigenlijk, als je naar de big picture kijkt, is sterilisatie het minst ingrijpend. Het is op het moment ingrijpend, ja, maar over het hele leven van het dier. Als je zelf geen puppies of kittens wilt, is het eigenlijk de beste keuze om je dier te laten steriliseren. Omdat je dan zeker weet dat je ze niet krijgt en dat je dan ook zeker weet dat je niet, mensen voor moet gaan zoeken. En zelfs ook voor de mensen die wel altijd baasjes vinden voor hun dieren. Nogmaals, het is eigenlijk voor het welzijn van dat dier niet goed om elke keer kleintjes te moeten zogen. Dus en plus, eigenlijk als het ware concurreer je met pups of kittens van andere mensen. Dus ook al kun jij al je dieren weggeven, dan blijven anderen er misschien niet zitten en dan gaan die. Dus het gaat er gewoon om, als je zelf genoeg dieren hebt op je erf, moet je gewoon voorkomen dat er meer dieren komen. Nee, komen. En weet je wel, en dan als je kijkt naar alle opties, je kan een hond ook opsluiten. Hè? Dat kost moeite, je moet het op tijd doen.
Je hebt misschien wel een soortje rui voor je erf, maar het is nog steeds een optie. Maar je moet het wel goed doen. Ja. En heel veel mensen contacten ons ook door het jaar heen omdat ze zeggen, ja, per ongeluk is er toch een hond op mijn erf gekomen of per ongeluk is ze toch ontsnapt. Maar die per ongeluk levert wel weer 6 tot 10 puppy's op waar mensen dan eigenlijk geen behoefte aan hebben. Dus je moet dat per ongeluk wel zien te voorkomen. En ik denk persoonlijk dat de beste manier is, eenmalig die operatie laten doen en dan hoef je nergens meer naar om te kijken. Ja. Ja, want wat mensen ook nog doen is het wijfje, het teefje, aan een ketting zetten. Dat lijkt me helemaal geen goed idee. Want dan staat ze op één plek en kunnen alle mannetjes er natuurlijk bij. Nee, een dier aan de ketting zetten is geen preventie tegen zwangerschap. Een dier opsluiten in een heel goed hok is misschien wel tegen zwangerschap. Maar nogmaals, je kan dat niet het hele jaar doen, het hele leven lang van het dier. En als je het doet alleen in de tijd van looptijd, dan moet je wel heel erg goed weten wanneer die looptijd begint. Precies. Anders dan zit je ernaast. Zit je er toch naast? Ja. 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 Welke honden worden op dit project gesteriliseerd? Welke honden en welke poezen, welke dieren kan men aanmelden voor sterilisatie op dit project? Op de projecten van de Stichting Dierenbescherming in het algemeen. Ja, in principe mogen alle vrouwelijke dieren meedoen. Het moeten wel Surinaamse dieren zijn. Hebben we volgens mij niet zo heel veel raskatten hier in Suriname. Ik zie ze niet zoveel. Dus het gaat met name eigenlijk om de huistuin- en keukenkatten, zoals we dat noemen. En wat betreft de honden gaat het eigenlijk inderdaad om de Surinaamse hond. Wat men hier ook wel noemt een straathond. Alhoewel, als je hond op het erf is, is het geen straathond. Maar ze noemen dat het straathondentype. Ja. We doen, dit gaat eigenlijk tot een gewicht van ongeveer 20 kilo. Mm-hmm. Ja, dat mag tegen een kostenplaatje van 85 SLD voor een teef en 65 SLD voor een poes. Ja, als je meerdere dieren tegelijk brengt, dan krijg je een beetje korting. Dieren die groter zijn dan 20 kilo, dan moeten we even overleggen. Het kan zijn dat die we niet mogen meedoen, of het kan zijn dat je wel meer moet betalen. Dieren boven de 25 kilo gaan helemaal niet mee kunnen doen, omdat er gewoon veel meer operatierisico bij zit. En we adviseren eigenlijk altijd mensen met zulke dieren, plus mensen met rashonden of halve rassen, van het grotere type, maar ook van het kleinere type, om die dieren gewoon bij de dierenarts op de poli te laten steriliseren, omdat daar gewoon meer bij komt kijken. Dus bepaalde rassen hebben eerder ademhalingsproblemen tijdens operaties. Dus een setting als het grote project is daar niet zo geschikt voor. Dus we adviseren echt, dus het is geen kwestie van het mag wel of niet, maar het is gewoon niet verstandig. Dus en we willen gewoon geen risico's lopen dat er dingen hier misgaan. De operatie heeft altijd een risico, maar die probeer je altijd te beperken. We werken ook met zeer ervaren dierenartsen. Dus dat is allemaal het punt niet. Maar bepaalde rassen, bepaalde dieren hebben we liever niet op het project. En dat zijn de halfrassen, de rashonden en alles boven de 25 kilo. En verder moeten we ook altijd kijken naar de gezondheid van het dier. Dus mensen mogen hun dieren aanmelden, maar niet als ze ziek zijn. Yes. Niet als ze nog hele kleine kittens of puppies aan het zogen zijn. Want dat zijn geen goede momenten om te opereren. Ja, want de dieren kunnen niet meer zogen als er geopereerd is. Dus. Het kan wel, alleen je hebt veel meer risico op nazorgproblemen. Dus er zit een nazorgperiode van 5 tot 7 dagen ongeveer. Ja. Dan moet je je dier rustig houden. Poezen hou je dan binnen, zodat ze niet geen ongelukken krijgen op straat. Honden hou je op je erf hou je goed in de gaten. En die dagen heb je gewoon nodig om zodat die wond zeg maar kan genezen. In ieder geval de huidlaag, etc. En als je dan puppies of kittens hebt die aan die buik beginnen te trappelen en beginnen te trekken en te doen, dan kun je voorstellen dat dat wondherstel veel moeilijker gaat verlopen. Dus de voorkeur heeft dat absoluut niet. Ja, nee. Het zal ook pijn doen. Het gaat ook pijn doen en je hebt kans dat ze misschien helemaal niet meer wil dat die kleintjes zogen, maar dan zit je met kleintjes die wel moeten drinken, maar die geen moeder meer hebben die dat wil doen. Ja. Dus het is wel zo dat de dieren voor die operatie gezond moeten zijn en inderdaad geen kleintjes hebben die op dat moment moeten drinken. Kleintjes die helemaal zelfstandig kunnen eten, dan kun je wel die moeder opgeven voor sterk. Ja.
En vanaf welke leeftijd mag je hond en je poes opgeven voor sterilisatie? Ja, dus we houden eigenlijk doorgaans aan de leeftijd van zo ongeveer 5 maanden. Want die leeftijd kunnen poezen al kros raken. Dus is het eigenlijk wel goed om in ieder geval de poezen vanaf die leeftijd te doen. En bij honden geldt 5 maanden, omdat je dan in ieder geval voor de eerste looptijd zit. Want die kan maar vanaf 6 maanden beginnen. Niet in elk geval beginnen met 6 maanden, maar het kan. Dus rond de 5 maanden, als je nou een dier hebt, bijvoorbeeld een puppy hebt die 4 maanden is, maar hartstikke flink, hè, die goed ontwikkeld, door goede voeding, goede zorg, dan kun je ook eventueel even informeren of die ook nog meedoen. Want naast de leeftijd geldt ook een beetje hoe ze zich ontwikkelen. De grootte, het gewicht, de gezondheid. Dus als een dier gewoon zich flink ontwikkelt, dan zou 4 maanden ook al kunnen. Oké. En hoe gaat de sterilisatie in zijn werk? Wat wordt er gedaan? En wat is de nazorg? Wat moet men verwachten? Wat moet men zelf doen na de operatie of voor de operatie? Als je dat even... Om mee te kunnen doen moet men zich sowieso aanmelden. Dan krijg je wel even een aantal vragen om te kijken of dat dier geschikt is om tijdens aan ons project deel te nemen. Voordat die wordt gebracht, zou het eigenlijk heel goed zijn als je probeert dat het dier geen vlooien en puparius en luizen heeft. Dus zorg dat het dier eigenlijk parasietenvrij is. Ook dat die goed ontwormd is. Want het hebben van parasieten, van beestjes, van wormen, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die de conditie van het dier benadelen. En dus ook eigenlijk de conditie voor de operatie. Ja. Ja, dus we zullen het ook bij de registratie aangeven. Het beste is om te zorgen dat het dier vrij is van beestjes en goed ontwormd is. Dan heb je een betere conditie voor de operatie. Dus dat stukje is vooraf. Ja. Baden mag ook, maar dan liefst wel een aantal dagen voor de operatie. Niet op de dag zelf. Ja. En op de dag zelf wordt het dier geopereerd. En in feite... Dat is wel een heel technisch verhaal, ik ga er niet helemaal op in. Maar het komt er wel op neer in ieder geval dat we in de meeste gevallen oftewel de eierstok oftewel de baarmoeder helemaal weghalen. En gewoon om te voorkomen dat ze niet meer loops worden en dat ze geen puppies meer kunnen krijgen. Dus dat is echt ons uitgangspunt voor die operaties. En qua nazorg heb je, wat ik zei, 5 dagen tot 7 dagen. Moet je echt even goed opletten. Dus je kunt ook niet je dier aanmelden, het thuis zetten en dan van alles gaan doen en weggaan. Je moet wel even je dier een aantal dagen ook observeren. Dat we tijd voor vrijmaken. En ook die wond goed checken. Eventueel wondbehandeling doen als het nodig is. Ze krijgen antibiotica kuurtje mee om te voorkomen dat eventuele infecties optreden. En dan is het eigenlijk na 5 tot 7 dagen is het prima. Is het dier weer helemaal de oude? Ja. Ja. Eigenlijk alleen maar beter dan de oudere versie, want ongewenste pups en kittens kunnen er niet meer komen. Precies. Eigenlijk. Precies. Mensen bellen soms, ze hebben zwerfdieren, kunnen die ook gebracht worden? Zwerfhonden, zwerfpoezen, kunnen die ook gebracht worden op het project? Ja. Dus als het gaat om zwerfdieren, dan gaan we even kijken. We doen eigenlijk zwerfdieren het hele jaar door opereren. En waarom niet specifiek op het grote project? De dieren moeten na de operatie even worden opgevangen. Dus als zwerfdieren men, dus. Ja, dus als men een zwerfdier wil aanmelden, dan... En men kan zelf het dier vangen, men kan het zelf brengen en men kan de nazorg op het erf bijvoorbeeld doen. Of bij je poes binnen houden. Dan kan je zeker aanmelden, want dan zijn eigenlijk alle condities voor deelname zijn aanwezig. Als we het dier moeten vangen, als we dezelfde nazorg moeten doen als asiel, voordat het dier weer terug kan op straat, dan kan het zijn dat we zeggen, oké, dan gaan we een alternatief geven na het project, omdat er is beperkte ruimte op het asiel. Dus we kunnen niet, omdat er een project is, ineens 100 dieren opvangen. En als het gaat om vangen, dat kost tijd. En ons dierenvervoer wordt ook ingezet om mensen en dieren te halen en brengen. Dus we hebben niet de mogelijkheid om heel intensief heel veel dieren te gaan vangen. Dus, maar het is absoluut zeker, worden mensen uitgenodigd om die dieren aan te melden. Dan wordt dat plekken even gekeken of het geschikt is voor binnen het project of dat we het nadien doen tijdens ons ongoing project op het asiel.
Ja, maar zo reduceren we uiteindelijk ook de populatie zwerfdieren, straatdieren, door die ook te steriliseren, zodat er niet meer bij komen. Ja, dus kijk, we hebben er niks aan om dieren die op straat al zijn gezet of zijn terechtgekomen, om die vruchtbaar te laten en dan telkens kleintjes laten krijgen. Vaak vindt men de hond zelf nog niet zo erg, maar begint men wel het contact te maken als er kleintjes zijn. Yes. En dat is natuurlijk ook heel vreed, maar goed, eigenlijk voor die moeder natuurlijk ook. Ik denk dat we absoluut moeten zorgen dat ook de zwerfdieren of de straatdieren die er al zijn, dat die ook onvruchtbaar gemaakt worden. En misschien zelfs dat daarna, als dat iemand zich opwerpt om dat dier te gaan verzorgen. Ja, want men wil geen hond gaan verzorgen die telkens kleintjes voor ze brengt, maar misschien wel een hond die gesteriliseerd is. En, hè, dus ik denk dat dat absoluut helpt. Dus we werken eigenlijk aan twee kanten. Eén is voorkomen dat dieren op straat terechtkomen en twee is ook voorkomen dat op straat de dieren zich vermenigvuldigen. Yes. Alleen nogmaals, voor het grote project, eigenlijk een beetje meer op dat preventieve deel van mensen helpen met hun dieren, zodat zij... Zodat die dieren niet op straat terechtkomen. En het hele jaar door zijn we meer actief op het gebied van zorgen dat de populatie op straat niet daar beschoten is. Yes. Mm-hmm. En worden er ook mannetjes gedaan? Of alleen weefjes? Alleen teefjes? En poezen? Ja, onze prioriteit met het grote project, vanwege eigenlijk de sponsors die zich daar voor inzetten, ligt bij de vrouwtjesdieren. Dat wil niet zeggen dat we helemaal geen mannetjes doen bij de dierenbescherming. Sowieso doen we door het hele jaar heen wel mannetjes als het gaat om dieren die op straat zijn. Want ja, takes two the tango, dus ze bevruchten natuurlijk elkaar. En twee is, je kunt contact maken, maar het moet wel eigenlijk binnen de doelstellingen van het project zijn. En dat is het voorkomen van. Dus als je een reu thuis hebt die vrolijk op het erf staat, daar nooit van afkomt en misschien vervelend gedrag vertoont. En dat je daarom wil castreren, die hoort niet bij ons project thuis. Want het heeft niks te maken met het voorkomen van kleintjes. Als je een reu hebt die, en je loopt telkens je omrastering te dichten, maar hij vindt elke keer weer een nieuwe manier om op straat te gaan en daar aan te gaan kletsen bij de dames, dan kun je eventueel aanmelden en nogmaals, dan gaan we even kijken als er toch ruimte is om die reu te doen. Dus voor ons is die doelstelling wel heel belangrijk. Ja. En we doen het project niet om mensen gewoon een goedkope operatie te geven voor een dier. We doen het project wel om te voorkomen dat er dieren gedumpt worden, dieren op straat terechtkomen vanwege vondlanding. Ja. En wat zijn de exacte dagen van het sterilisatieproject dit jaar? Ja, dus we beginnen 28 februari en het loopt tot 10 maart. En voor het eerst gaan we eigenlijk, normaal hebben we altijd alleen door de weekse dagen, maandag tot en met vrijdag. Maar we willen eigenlijk ook voor de mensen die dan werken en die een mogelijkheid hebben om het dier te brengen. Of mensen die van ver komen. Want we hebben mensen van de kant van Mungo, we hebben mensen van Saramaka, we hebben mensen van de kant van Lelydorp. En die kunnen ook niet altijd makkelijk door de week, vooral ook met het verkeer. Dus we gaan nu ook weekenden doen. En dat betekent dat de operatiedagen lopen van vrijdag tot en met dinsdag. Dan hebben we woensdag, donderdag eigenlijk ons weekend. Dus vrije operatievrije dagen. Dan kunnen de dierenartsen even uitrusten. En dan gaan we weer vrijdag tot en met woensdag doen. Ja. Ja. Oké. Okay. En hoe zit het met registratie? Hoe moet je registreren? Het is niet de bedoeling dat je zomaar hier met je hand voor de poort staat natuurlijk. Nee. We moeten wel een beetje weten wie wanneer komt met hoeveel dieren. Want anders dan heb je de ene dag komt er één en de andere dag komen er honden. We gaan telefonische registratie doen. Hè, ook gewoon even om te checken of het dier geschikt is voor het project. En als je een afspraak krijgt, dan wordt gevraagd om een aanbetaling te komen doen als bevestiging van de afspraak. En dan krijg je ook informatie mee over de dingen waar je op vooraf op moet letten. En dan met het dier komen. Ja. En de instructies volgen. En wanneer begint de telefonische registratie? De telefonische registratie begint 10 februari aanstaande. Oké, ik geloof dat het duidelijk is. De mensen kunnen altijd, wanneer ze bellen voor registratie, kunnen ze eventueel, als ze nog vragen hebben, kunnen ze dat doen. Heel hartelijk bedankt, Mariska. Ja. En heel veel succes. Ja. Hopen dat iedereen zich gaat aanmelden met zijn dieren. Ja, mensen vooral, als u een afspraak heeft, als u echt niet kunt komen,
meld u alsjeblieft af, maar neem het serieus, want voor ons is het ook serieus. De moeite wordt gedaan en als u daar niet komt, we hebben meestal een hele lange wachtlijst van mensen die ook willen en dan is er geen plek. En als u dan een afspraak heeft en u komt niet opdagen, dan had iemand anders op die plaats geholpen kunnen worden. Als het echt niet kan, we begrijpen het, soms gebeurt er iets waardoor je het echt niet kunt doen. Bel even om af te zeggen, zodat we weten van u komt niet, zodat we misschien iemand anders op de plek kunnen zetten die door u wordt ingenomen en uw dier. Dank u wel.